Ik vind het gewoon leuk om mezelf steeds te verbeteren en nou ja, die snelheid en dat soort dingen. En als je het ijs hoort kraken onder je voeten, dan vind ik dat echt machtig, zeg maar. En dat vind ik gewoon hartstikke mooi in de sport. Na een succesvolle juniorencarrière rijdt Joy nu haar rondjes voor de Jumbo-Visma-ploeg tussen toppers als Kjeld Nuis, Patrick Roest en Sven Kramer. Vet, ja. Ik kijk wel tegen ze op en ik vind het leuk om van ze te leren. Ze is een ontzettende goede schaatsster en die heeft het ook al bewezen bij de junioren. Ja, een van de grote... Ja, ze is technisch erg goed en ze zou nog wel wat moeten groeien in de kracht natuurlijk, want ze is nog maar hartstikke jong. En, maar ja, het is wel iemand waarvan we veel verwachten. En dus moet de kerstmaaltijd met ouders en zussen maar even wachten. Ja, ze is later aangeschoven. Dat zal even wennen zijn, want dat zal in de toekomst nog wel vaker gebeuren. Ja, ja, dat denk ik wel, ja. Het is wel even wennen, hoor. Maar ik vind het geen straf, want ik doe het graag. En dit weekend is het NK afstanden, dus het moet gebeuren. Joy wil zich via het NK plaatsen voor het EK Allround en het WK afstanden in Insel. En dan zal ze er niet alleen voor staan. En wij op de tribune. Ja. Nee, hopen dat ze hier onderuit gaat. En dan denk ik, hoe harder ik schreeuw, hoe harder zij over de finish gaat, denk ik dan. Enfin, eerst maar eens het NK. En als het aan Joy ligt, komt er nog veel meer. Op de Olympische Spelen. Nou, daar wil ik wel graag rijden en dan wil ik ook voor goud gaan. Het is gewoon mijn doel en daar wil ik zeker voor gaan. En ik ben ook van overtuigd dat het wel gaat lukken.